Een delegatie van de Paramaccaners is vanmorgen naar de Nationale Assemblée getogen om een petitie te overhandigen aan assembleevoorzitter Jan. Volgens Marlene Forster, die namens de groep Afrikaners het woord voerde, is de Pamaka-gemeenschap niet eens met de grensbepaling tussen de grondgebieden van de Pamaka en de Djuka. Die is vastgesteld door het managementteam van de regering. Nancy Asalobi leest een deel van de petitie waarin staat dat het traditioneel gezag niet wist wat ze aan het tekenen waren. Ze hebben de opdracht gehad om de grenzen vast te leggen, maar we zijn niet eens met de vaststelling van de grenzen. Dus tussen de Pamakas en de Pamakas. Okay. Daarom zijn ze hier vanmorgen om de petitie aan te bieden. Het traditioneel gezag en de totale gemeenschap van Pamaka erkent de grensbepaling waarbij de grens is gesteld bij Bofo-Tabiki niet. Omdat de grens tussen Njuka en Pamaka van oudsher is gelegd tussen de Arminavallen, oftewel Monding, Pakira Creek en de Pulugudu-vallen. Bovendien vinden wij de ondertekening door de voornoemde kapiteins niet rechtgeldig. Omdat 1. Zij geen mandaat had van het traditioneel gezag om documenten te behoeven van Pamaka te ondertekenen. 2. De kapiteins onder ongunstige omstandigheden de verklaring mede hebben ondertekend. De toegepaste handelwijze van de Njuka druist in tegen de realiteit. Namelijk 3 vertegenwoordigers van Pamaka, 2 kapiteins, 1 Bashia. Op die Tabiki, welke de hoofdzetel is van de Njuka. Omringd door Gramang, hoofdkapiteins, kapiteins, Bashia's en de gemeenschap van Njuka. 3. Het stuk is door hoofdkapiteins van Njuka getekend tegenover 2 kapiteins van Pamaka, die beide afkomstig zijn uit 1 dorp van Pamaka. Simon zei bij het in ontvangst nemen van de petitie dat het parlement blij is dat de regering probeert om de grondrechten kwestie op te lossen. Het parlement weet ook dat het geen makkelijk proces is, zegt de assembleevoorzitter. We hebben dit gehoord. We hebben het gehoord en we gaan het naar de Nationale Assemblée brengen, naar de president, alles, oké? Oye, en hoe breed die Taka regering er bezig voor Lukasani, voor de grondrechten, maar hoe sabi Taka sana noa makrikisani. En oye, sampasa en sa DNA odu, wo te kasan disi. Charingo di president, minister, putak atori disi en fuluku fa asanis kan dumoro fara na den smafu pamaka en juka. Dat nasa adena odu. Want unus refi, noma losa san op, untu mus lose op na regering fu utak baka fuluku samusupsa. Dat na sa un odu. Tides refi, asanigo in adena, sodat ala de memre sabi tak u potasan disi ja. Jennifer Geerling-Simons, voorzitter van de Nationale Assemblée. Zij heeft van de Pamaka-gemeenschap een petitie in ontvangst genomen. In het verzoekschrift maakt de Pamaka-gemeenschap haar ongenoegen duidelijk over de grensbepaling met het grondgebied van de Djuka-stam.